Corrie en Kees Melissen, beide halverwege de 70 en inmiddels bijna 50 jaar getrouwd. En al die tijd wonen ze in hetzelfde huis aan de Nieuwe Hoofdstraat in Zeggen. Bijna 50 jaar wonen wij. 49 jaar en enkele maanden natuurlijk. En de bril op, jongen. Ja. Kees en Corrie maakten in de afgelopen decennia hun huisje tot wat ze zelf noemen hun paleisje. De huisarts zegt toen hij boven kwam, super de super. Super de super, die slaapkamer. Maar niet alleen de slaapkamer onderging een metamorfose. Ook de keuken moest eraan geloven. En buiten verrees zelfs een klein kasteeltje. Kees bouwde destijds samen met zijn vader en schoonvader. Ja, samen opgebouwd. Ik als metselaar. En ze hebben heel trots op. En ze hebben allemaal meegeholpen. Het echtpaar Melissen huurt het huis van woningbouwvereniging Zorg voor Wonen. En die wil dat de huizen aan de Nieuwe Hoofdstraat in Zeggen plaatsmaken voor nieuwbouw. En daarover zijn we in gesprek. Met alle respect, we zijn nog niet aan het slopen, we zijn aan het praten. Toch hebben Corrie en Kees en de andere bewoners van het huizenblok er weinig vertrouwen in. Ze hebben gehoord dat de huizen geherstructureerd worden. En dat betekent vaak in de praktijk dat ze gewoon gesloopt worden. Ik zei, er kan maar hier iemand ons hier buiten zetten. En zie, wie is dat? Die zwarte auto, met die mooie gedeentjes. Wij hebben hier te maken met mensen die 50 jaar huren van Zorg voor Wonen. Zeer respectabele en gerespecteerde klanten van Zorg voor Wonen. En die hoeven zich geen zorgen te maken. Zo zouden Corrie en Kees in geval van sloop tijdelijk naar een ander huis kunnen en daarna terug verhuizen. Maar dat zien Corrie en Kees vanwege hun leeftijd niet meer zitten. Met 4 en 73 jaar, ja, dat gaat niet meer. Nee, dat gaat niet meer. Dat moeten ze ook begrijpen. Ja. Dus ze moeten nog maar nog een jaar of 10 wachten. Maar eventjes wachten tot wij het niet meer zijn. Hè? Ja. Dan weten wij het niet meer. Dan gaan ze de gangen maar. Hè? Ja. Ja.